Het tweede traject van de rehabilitatie van sluizen en pompgemalen gaat binnenkort van start. Dit vertelde minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag tijdens een veldbezoek aan het pompgemaal de Rambrandesgracht. De minister zal alle sluizen bezoeken die gerehabiliteerd worden. Het ministerie voor u te blijven contacten, het onderhoud te blijven hebben. Want kijk, voor hier was ik in Sofia Sluis, die vraagt ook aandacht voor hun gebied. Dus ik heb gezegd, elke maand mag je me bellen. Al moet ik komen, maar we gaan ook jullie probleem blijven oplossen. Dus de hele gemeenschap vragen we om in contact te blijven met OW. Want het kan zijn dat we soms vergeten of iets is uit de lijst geflipt of zo. Men moet kritisch blijven. Firesh Rusik, hoofdafdeling Sluizengemalen, vertelt dat intussen ook met het baggeren van het kanaal naar de Suriname rivier is gestart. Dus de aannemer is nu gestart met het droogleggen van de kelder. Er waren buizen aan de onderzijde van het gemaal, dus die zijn al dichtgemetseld. Er volgt nog een muur dat gestort moet worden en daarna kan hij starten met het. In een korte periode zal dat wel van start gaan. Daar. Dus ze hebben het al drooggelegd, de achterzijde. Toevallig door het weer is het trein drassig, dus kunnen we niet naar achteren gaan. Indien men laars heeft, dat wel. Maar dan zullen we starten met de uitbaggerwerkzaamheden. Want is de kelder al droog en dus de kans heel klein. Helemaal niet dat water, rivierwater naar binnen stroomt. Rusik vertelt dat de nieuwe pompen zowel handmatig als automatisch zullen worden bediend. Dit werkt voordelig bij afwezigheid van een medewerker om de pomp te bedienen.